Mark, laat ik bij jou beginnen. Ja. Kun je die nacht beschrijven? Wat is er gebeurd? Het was, ten eerste was het echt heel erg donker. Het was heel erg donker en koud. Het wordt daar ook heel vroeg donker. Dus wij zijn, wij hebben vroeg de verdediging ingericht in een huis aan de rand van een groot open veld. En dat doe je eigenlijk alleen maar zodat je ziet wat er nadert. Mm-hmm. En in het eerste instantie had ik niet eens wat te doen. Dus ik ben heel even gaan slapen. En na een uur ongeveer werd ik wakker gemaakt door een collega. En daar werd gezegd, al geheel. En dat wil eigenlijk meer zeggen, we gaan in de verdediging. Want waarschijnlijk gaat de vijand ons aanvallen. Ja, jij bent op het dak. Ik klim het dak op. En daar kom ik een collega tegen. Die staat achter de muur. En op het moment dat ik voorbij de muur stap, zie ik kogels langskomen, wil ik omdraaien en val ik eigenlijk. En kijk ik naar beneden en kijk ik tegen mijn eigen voetzolen aan. Zag je wat er was gebeurd? Ja, op dat moment heb ik dat vrij bewust meegemaakt, ja. Ja. Ja, en, maar je zegt, ik keek tegen mijn eigen voetzolen aan. Zag je hoe erg het was? Dat het... Nou, je ziet in eerste instantie, dit klopt niet. Dit kan niet. Dit is biologisch onmogelijk, zeg maar. Mm-hmm. Dus toen ben ik in paniek geraakt en heb ik om hulp geroepen. En uiteindelijk heeft die collega met gevaar voor eigen leven... heeft hij mijn leven gered door mij achter een muur te trekken. En je bent niet bewusteloos geraakt? In eerste instantie niet. Dat duurde heel even voordat ik... ik denk voldoende bloed verloren was... dat ik uiteindelijk buiten bewustzijn raakte. Ja. Luc, wat gebeurde er met jou die nacht? Ja, eigenlijk hetzelfde verhaal wat Mark ook vertelde. Erg vroeg donker. Koud. Die nacht zijn er, is de Taliban eigenlijk tussen onze twee kompieën ingekropen. En hebben eigenlijk vuur uitgelokt. Waardoor beide kompieën daarop hebben gereageerd. Ze positioneerden zich zo dat ze wisten, als we hier zitten, dan gaan die Nederlanders, dat weten ze niet, maar dan gaan die buitenlandse militairen op elkaar schieten. Ik weet niet of dat hun reden was, maar ze... Zo is het wel gelopen. Zo is het wel gelopen, inderdaad. En jij bent boordschutter op dat moment. Wat houdt het in en wat voor een wapen bedien jij dan? Het is een 25 mm kanon. Dus het is eigenlijk het zwaarste wapen wat de infanterie heeft. Het is eigenlijk een lange afstandsgeweer... waar je op je makkelijk boven de 1000 meter kunt raken. Ja, jij schiet op wat je denkt De vijand. Is de vijand. Ja. Maar het is Mark. Ja. Wanneer ben je daarachter gekomen dat het friendly fire was, zoals het heet? Dat je iemand van je eigen manschap had geraakt? Ja, bij terugkomst op het kamp, de dag daarna, hebben ze al gauw verteld, of in ieder geval het vermoeden dat het om friendly fire ging. Dus het kwam al wel vrij snel, maar ja. Pas na onderzoek is gebleken dat het echt daadwerkelijk mijn kogels zijn geweest die Mark hebben verwond. En toen je dat hoorde, wat dacht je toen? Ja. Wat denk je dan? Dat wil je niet horen eigenlijk. Je kunt het niet geloven. Naar mijn weten heb ik op de vijand gevuurd en niet op Mark. Ja. Heb je het ooit toen je terugkwam verteld tegen je familie of vrienden wat er gebeurd is? Nee, nooit. Nee. Waarom niet? Ja, schaamte denk ik ook. Van ja, je gaat erheen met de bedoeling om goede dingen te doen. En je komt terug en naar mijn weten heb ik niet het goede gedaan. En... Hoe lang heeft die schaamte of het schuldgevoel hierover stand gehouden? Hoe lang heb je daarmee rondgelopen? Te lang. Veel te lang. Ja. Ja, pas sinds dit jaar, nu het boek van Mark uit is gekomen... heb ik het echt ook meerdere mensen durven te vertellen. Oh ja? Ja.